Marionetlijnen zijn de lijnen die van de mondhoek naar de onderkant van de kin gaan. Nou ja, dat ziet zich uit als een vouw. En eigenlijk het eerste gedeelte van eigenlijk een hamsterwang. De marionetlijn kan heel goed behandeld worden, maar is sterk afhankelijk van het behandelplan. En die is weer sterk afhankelijk van ja, wat voor soort marionetlijn er is. Dus om even aan te zeggen, het lijkt één indicatie, maar het zijn eigenlijk meerdere indicaties die ook meerdere oplossingen nodig hebben. En welke dat is, dat kan eigenlijk alleen in een persoonlijk consult worden bepaald. Het aantal behandelingen wat je nodig hebt om de marionetlijn te behandelen is meestal 1. In sommige gevallen, als je gebruik maakt van Sculptra, en dan hebben we het over wat een grotere, sterkere marionetlijn, duurt het wel een paar maanden voordat je het effect kan beoordelen. Nou, de marionetlijn is over het algemeen erg goed te behandelen, zelfs dat je het echt niet meer ziet. Maar in sommige gevallen moet je een afweging maken tussen de vorm van het gezicht en ja, het wegnemen van de marionetlijnen. En nou, dat is om heel cru te zeggen. Je wil ook niet dus dat dit heel erg naar voren toe komt. Dus dat dit heel erg naar voren toe komt. Dat komt een beetje raar over. Nou, ik vind, het is mijn taak om daarin met jou een afweging te maken of dat ook het geval is. Ja, de tevredenheid van deze behandeling is gewoon hoog. Je kunt heel veel bereiken, maar dat wordt sowieso besproken in een persoonlijk consult.